Het is vandaag 20 april 2019 en we zitten midden in het aspergeseizoen. Of althans, dat is niet helemaal waar, we staan aan het begin van het aspergeseizoen, want het lijkt wel of de asperges tegenwoordig steeds vroeger aan de bak komen. Maar we hebben er veel mee te maken gehad in onze jonge jaren, want op ons bedrijf hadden we ook asperges. En dat hebben we geweten, want dat was heel wat werk, want dat kwam erbij bij al het andere werk wat we daar toch op het gemengde bedrijf natuurlijk al hadden. Dat begon al vrij vroeg en laten we zeggen eind april, begin mei, afhankelijk natuurlijk van het weer. En die asperges, toen kenden we in die tijd nog weinig gebruik van folie, dus het vervroegen was nog niet zo in zwang zoals dat nu het geval is. Maar als het dan eenmaal begon, we hadden natuurlijk meer te doen dan alleen de asperges. En als je lange dagen maakt, dan kun je natuurlijk veel doen. Zo moet je dat wel zien. Wat was het geval? Om 5 uur in de ochtend stonden we naast ons bed, aangekleed en wel. En dan gingen we eerst melken. Ondertussen, toen hadden we nog een medewerker, onze goede man Marijn Loos. Bij sommigen in Halsteren nog wel bekend misschien. Die was dan al in het aspergeveld en dan moet je nagaan, die woonde natuurlijk niet vlakbij dat aspergeveld. Die moest dan meestal al om 1 uur of 4 uit zijn bed nog even een boterhammetje eten voordat hij op de fiets naar de boerderij kwam. En hij was dan al om 5 uur keurig op tijd, altijd op tijd in het veld en wij zaten om 5 uur onder de koe. En dat was natuurlijk, die koeien liepen toen buiten en dan werden de koeien bijeengedreven naar de koeienbocht. En daar gingen we dan met de hand, let wel, waar ik nu over spreek, met de hand melken. En ieder had zo zijn eigen koe en was allemaal goed geregeld. En als de koeien uit waren, dan gingen we direct daarna naar het aspergeveld om mee te gaan helpen bij Marijn, die al bezig was, om de rest van de asperges te steken. Dan liep je langs zo'n bed en degene die dat met de hand doen, die weten dat ook nog wel. Als het dan een beetje vochtig was, dan waren die bedden bovenop nog mooi glad en strak. En dan kon je ook heel goed zien of er een asperge de kop boven de grond zou gaan willen steken. Want dan was de grond net een klein beetje gescheurd. En dan wist je, oh, hieronder, daar zit een asperge. En dan was dat natuurlijk de kunst om die ook goed in het aspergekistje te brengen. Dus je groef meestal met 2 vingers. Groef je voorzichtig langs dat scheurtje tot je dat die asperge raakt en dan groef je hem verder uit. En dan pak je met de linkerhand de asperge voorzichtig vast en met de rechterhand had je het lange asperge steekmes waarmee je dan de asperge afstak. Niet te diep, want dat was ook niet goed, want dan stak je op de moer. En de moer van een asperge, dat is eigenlijk de moeder zou je kunnen zeggen, de moederknop, waar ook een heleboel kleine asperges in wording op zaten. En stak je in de moer, dan stak je natuurlijk ook die kleine asperges dood. Dat was niet de bedoeling. Dus je moest zo diep steken dat je net boven de moer de asperge afstak. Diep genoeg, want die waren meestal wel wat te lang en die moesten dan later thuis in de schuur worden bijgesneden op de juiste lengte. Maar daar waren we dan best wel een hele tijd mee bezig. En afhankelijk van het weer natuurlijk, want zo moet je het ook zien. Als het erg heet was geweest, nou ja, dan waren er veel asperges en dan was het heel wat gegraaf. En op den duur kreeg je het er een beetje van in je rug, want ja, het was veel bukken natuurlijk. En goed uitkijken. En ja, je werd ook wel opgelet, hè, of je goed oplette, want had je natuurlijk een avondje, was je een avondje gaan stappen en je had niet goed op. En je blik was nog niet al te scherp, dan gebeurde het wel dat je natuurlijk wel eens een scheurtje in dat bed oversloeg. Met als gevolg dat die asperge in de loop van de dag zijn kop boven de grond stak. Met als gevolg dat die blauw werd. Dan werd die blauw en een blauwe asperge, die was gewoon minder waard. Ook nu nog. Al op schoon dat ze precies hetzelfde smaken als een compleet blanke asperge. Maar dat was nog niet alles, want na die asperge steek, dan gingen we om 1 uur of 9 nog gauw een boterham eten en daarna weer terug naar het land. Want dat was ook gelijkertijd in die tijd, mei, juni, dat natuurlijk de gewassen bovenkwamen en in die tijd hadden we nog niet zulke effectieve onkruidbestrijdingsmiddelen als nu en ook nog niet de bietenzaadjes die al de bieten op één zetten. Dus je moest de bieten dunnen en op één zetten, maar tegelijkertijd ook het onkruid bestrijden met de hand, met de schrabber, want we hadden nog niet die middelen die we nu hebben.
En dan was je daar een hele dag mee bezig en om 12 uur eten, warm eten, want dat was dan bij ons zo'n beetje de gewoonte. En dan was je in de middag bezig tot een uur of drie een kop thee in het land of een fles koude thee in de slootkant. En om een uur of vijf terug naar de boerderij om weer te gaan melken, maar ook weer om asperges te gaan steken. Want in die periode, in die tijd, staken we twee keer per dag de asperges. En waarom twee keer per dag? Omdat natuurlijk die asperges anders weer zouden verkleuren en daardoor een mindere soort zouden worden, zodat je natuurlijk daar minder geld voor kreeg. En dat was best wel een hele belasting, want ook 's avonds, als het heet was, waren er weer veel asperges en dan liep je weer helemaal kromgebogen door die bedden, van voor naar achter en van voor naar achter. En ja, en als het kistje dan vol was, dan moest je zorgen dat je dat weer in een andere, grotere kist deed. En zo ging dat door. En dat was dus wel een hele drukke tijd. Want zoals ik al zei, het begon meestal ergens eind april, begin mei. En het hield op rond Sint-Jan. En dat is ergens op 21, 23 of 26 juni, afhankelijk hoe je dat zelf op dat moment wilde invullen natuurlijk. Maar ja, ondertussen waren die asperges dan gestoken en dan was het natuurlijk het werk nog niet gedaan. Maar dan kwam het werk erop aan dat iemand van ons, meestal was dat ons vader, die dan de asperges op maat sneed. Want ze waren natuurlijk allemaal op verschillende lengte uit de grond gekomen, gestoken. En dan werden ze in een apart maatkistje gelegd, voorzichtig met de koppen naar voren. En dan werd het ondereinde afgesneden, zodat die asperges in feite allemaal even lang waren. En ja, dan moesten ze daarna worden gesorteerd in verschillende klassen. Aanvankelijk deden we dat zelf thuis, in de koestal. Die was dan ondertussen natuurlijk helemaal keurig schoongemaakt, want de koeien waren dan al buiten en alles was fris en keurig netjes voor elkaar. Dat had ons moeder allemaal gedaan. En dan werd daar, iedere dag werden de asperges gesorteerd. En je had nogal wat soorten, hè. AA1, AA2, AA extra krom, zaadkoppen, blauwe, ja, noem maar op. Het was ontzettend een grote hoeveelheid verschillende soorten, met ook verschillende prijzen daaraan vastgekoppeld. Die asperges werden dan keurig netjes op soorten in kisten gedaan en die kisten die gingen zo naar de veiling. En daar werden ze, afhankelijk van de dagprijs die daar gold, werden ze verwerkt en kreeg je diezelfde dag of meestal de andere dag, ik weet niet meer precies, kwamen de kisten weer terug thuis, die lege kisten, en dan daarin zat dan ook het veilingbriefje. En op dat veilingbriefje, daar stonden de prijzen die je had gemaakt. Dat was natuurlijk heel leuk, want dan wist je gelijkertijd wat op die dag of de dag daarvoor dat je ze had geleverd, die asperges hadden opgebracht. En dat was leuk, want dan wist je meteen wat je daarvoor binnen had gekregen. Later werd dat sorteren eigenlijk een klein beetje veranderd en dan werd er centraal gesorteerd. Dat was ook wel handig, want dan bracht je die asperges naar een centraal punt in het dorp, in Halsteren in het begin. En daar werden ze door een groep vrouwen, was dat meestal, per leverancier apart gesorteerd, apart in de juiste maten bij elkaar gebracht. En zo gingen ze dan naar de veiling, toentertijd nog de veiling in Bergen op Zoom. Dat was al een hele verlichting voor thuis om op die manier natuurlijk een beetje van het werk af te komen. Of schoon dat allemaal gedaan werd, zoals ik al zei, door moeder met iemand die haar kwam helpen. Maar zo die aspergietijd, dat was toch wel een bepaalde periode op het bedrijf die je niet gauw vergeet. Waar je toch ook wel weer blij mee was als het afgelopen was. Want we weten nog wel, als het dan de laatste steek was geweest die dag en dan was het toch wel een verlichting, want dan kwam er een heleboel extra vrije tijd, ook op zondag, op je af. Want ja, het ging altijd door dat steken, daar werd nooit overgeslagen, ook niet op zondag, want ja, dan kreeg je te veel blauwe en die brachten te weinig op. Dus dat wilden we gewoon niet. Maar dan ineens was het afgelopen en voelde je een verlichting over je komen. Eindelijk is die aspergietijd voorbij. En dat was dan ook wel weer een memorabel moment. Ja, en zoals eerder zei, die meeste asperges toen in die tijd, die gingen naar de veiling en de veiling registreerde alles. En op die manier was er ook geen, wat je noemt, zwart geld mee te verdienen. Hè? Want ja, het enige waar je wat aan had was die huisverkoop. Maar die huisverkoop was in die periode nog niet zo massaal zoals dat nu tegenwoordig is. Toen had je nog niet zoveel die boerderij verkopen zoals je dat nu massaal bij de meeste aspergetelers ziet. We verkochten natuurlijk wel thuis asperges, dat spreekt vanzelf, men wist ze te vinden. En mensen
met name met Pinksteren en Pasen, werd er extra veel verkocht en op Moederdag en noem maar op. Er waren ook mensen die wilden voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en die kwamen dan vragen om stukken. Stukken, ja, dat waren asperges die waren gebroken. En die waren dan meestal al gebroken, zou je kunnen zeggen, in het land. Want daar werd je ook op aangesproken natuurlijk als aspergesteker. Want ja, als jij te veel gebroken asperges in je kistje had liggen, dan werd je toch daarop aangesproken. En gezegd, ja luister joh, een beetje voorzichtiger. Want op die manier, dat gaat niet. Je moet toch wel zorgen dat die asperges niet breken. Natuurlijk kon je niet voorkomen dat je er zo nu en dan één brak. Ja, en daar was dan niks aan te doen. Dat was dan maar zo. Maar ja, het was toch een werk wat toch precies werkt. Je moest precies werken. Want je kon dat niet met een rauwe vuist eventjes doen, want dat ging niet. Je moest er met heel veel beleid mee omgaan. Anders maakte je te veel kapot en ja, dat kost geld. En dan na de laatste steekdag werden de aspergebedden gelijk afgereden, zoals ze dat zeiden. Dan werden de zijkanten die werden weer weggereden, zodat je alleen maar een smalle reep overhield. En wat wij dan meestal deden, was daar de gierkelder op leegrijden. Dus met een gierton over die aspergebedden, voordat die asperges die daarna nog boven zouden komen natuurlijk, dat die allemaal werden besmeurd en dan werd dat een beetje ingewerkt. En dat hoorde dan zo bij. En daarna, na die steek, na de Sint-Jan-stop zou je kunnen zeggen, kon de asperge weer opnieuw kracht verzamelen door de overgebleven asperges die nog op de moer zaten, de vrije groei toe te laten, waardoor je op den duur toch een prachtig groen veld kreeg met prachtig aspergeloof, wat dan in het najaar weer op een mooie, langzame manier afstierf en een soort gouden gloed weer gaf op dat langzaam afstervende loof. Ja, en dan kon je die asperges, als het een beetje goed was, toch wel gauw een jaar of 10, 12 of soms nog meer laten liggen en ieder jaar opnieuw oogsten nadat je ze had geplant, zou je kunnen zeggen, min of meer 2 tot 3 jaar moest wachten voordat ze tot volle productie kwamen. Maar dan, als dat allemaal goed was aangeslagen, dat de jonge planten goed waren aangeslagen en je kon zeggen, nou, hier kunnen we mee verder, dan kon je zo'n veld ook gemakkelijk een jaar of 10, 12, 15 misschien laten liggen. En dan kon je daar ieder jaar weer opnieuw van oogsten. Een mooi gewas. En ja, het probleem is deze tijd een beetje dat het steeds populairder wordt. En dat ook andere landen in de wereld asperges telen. En dat die ook op onze markt komen, waardoor de prijs beïnvloed kan worden. De prijs meestal in negatieve zin wordt beïnvloed, want ja, een overproductie van asperges, daar heb je niet zoveel aan, want het is geen gewas dat je kunt opslaan, dat je kunt zeggen, nou, dat laten we even een jaartje liggen en dan verkopen we het weer. Maar nee, je kunt zeggen, nou, een asperge bestaat misschien voor 80% uit water. Ja, en dat was in het kort een verhaaltje over de aspergetijd en de aspergesteek. En we hopen hiermee een klein inzicht te hebben verschaft in hoe het ging. En ja, tegenwoordig gaat het bijna nog precies zo. Alleen zijn er wat modernere methoden om de asperge te vinden met folie dat automatisch kan worden opgelicht. En er is een automaat in ontwikkeling die de asperges zou kunnen steken als een aspergesteekrobot. Maar het zal nog wel enige tijd duren voordat hij daadwerkelijk tot goede resultaten zal komen en men de mens er nauwelijks nog bij nodig zal hebben. Maar dat heeft ook zijn negatieve gevolgen, want dan wordt het een massaproduct. En een massaproduct, dat is maar zelden een product dat veel geld op kan brengen, zoals u zult begrijpen. Dank u wel en misschien vond u het een interessant verhaaltje.